Zal zij de achtervolgende worden van zich weten af te schudden? Maar hier zien we de eerste startloper al eens door het bocht komen. Dat is Kees Kiviet. Kees Kiviet gevolgd door de zakloper. De zakloper en dan zie ik Soep van alle meegaan. Gevolgd door het ene stel. En daar komt iemand met zijn spel. Dat is natuurlijk altijd mogelijk bij de snelheden. Wie gaat het eerste naar de bocht? We zullen het zien. En even kijken, daar komt hij. Komt... Ja, het is Van Mal van Mal. Die gaat als eerste. Gevolgd door de Kiviet. En daarna komt het ene stel. En hey, wat gaat die zakloper doen? Die gaat de verkeerde kant uit. Oh, wat is dat voor? Goed zo, prima, je hand uitgestoken. Dat hoort in deze races altijd heel goed. Maar die stadloper die mag wel eens een keertje harder gaan, want anders haalt hij het natuurlijk dood. We zullen eens even kijken wat hij doet. En jawel, hij gaat hier al veel sneller, maar we zullen nu eerst teruggeven naar de studio in de Bron. Jongens en meisjes, dames en heren, hier zijn we verbonden met de studio in de Bron. De dieven hebben de gestolen goederen in een doos, plastic zak erover voor de regen. En nu gaan we wegwezen. Maar nee, ze zetten de doos weer neer. Een van de dieven moet nodig naar het toilet. De ander schiet snel het kamertje in om het licht uit te doen. Hij drukt op de bel. Nee, hij drukt wel op de bel. Oh, nu worden alle kinderen wakker. Jongen, kom nog uit het toilet. Wegwezen. Hier is jullie eigen Jan Joker op het dak van de Bron. Hij kan alles goed overzien. Hij ziet daar Jolande van de Bel. Jolande loopt daar naar haar speelplaats. Wat doet zij daar? Ze wijst aan. Ze ziet daar de dieven met alle spulletjes. De dieven rennen zich rot. Ze rennen zich rot weg. Helemaal weg. Ze waarschuwt nu andere kinderen, want ik zie andere kinderen eraan komen. Leon Dekker, de man die vreselijk snel is. Jongens, kom, roept ze. Ik kan het horen, want ik heb hele goede ogen. Jullie eigen Jan Jonker. Andere kinderen komen ook. Wat een kabaal! Tjew! Verschrikkelijk! Adrie Kester! Zonder! Ik bedoel, met hem uit zijn broek heeft zich snel aan moeten kleden. Kan niet anders! Wat hoor ik? Even mijn oren op scherp stellen. Oh, wat een kabaal! Jolanda roept andere kinderen. Ze zegt... Jongens, snel wezen! Anders zijn de dieven... Andere kinderen komen er ook. Han van den Berg heb ik gezien. Jongens, wij moeten de kinderen in de tang nemen, hoor ik nu zeggen. Want Jan Joker heeft nog steeds van die erge goeie oren. Die kant uit, roept ze. Die kant uit. Naar de sportlaan. Andere kinderen ook weg. Waar gaan die andere kinderen naar Wattel doen? Gaan zij zwemmen? Nee, natuurlijk niet. Ze gaan het dieven achterna. Light de veder, de gardien voorop. Die kant moeten wij uit. Ik zie de dief. Oh, wat gaan zij doen nou? Ze slaapt in de schaduw. Oh, dat is slim. Want nu in de schaduw sluit, slaat ik in de zon. Dan gaan ze langs de muur. Anja van Os. Die is de klos. Klimmen over het hek, zie ik dat goed? Ja, kan wel net zien. Tjoe, ze klimmen over het hek. Ook Anja van Os. De neus door de bosjes en langs de bosjes.
in tijger, schaapgang of zoiets dergelijks. Dieven rennen weer weg. Kinderen duiken in de bosjes, wat een prachtig gezicht is dit. Sensationeel. En dit vertelt jullie Jan Jonker, die nu bericht krijgt om terug over te schakelen naar die andere vliegende rakker van een reporter, Dorf Komen. En dames en heren, we zijn hier weer terug bij onze nationale races in Tilburg Dorp. En we gaan eens kijken wie het eerst naar de bocht komt. Ik zie daar al iets bewegen. Wie zal het zijn? Wie zal het zijn? En nee, maar over staat het. Dan komt de steltloper. De steltloper die heeft zijn tweede verstelling ingeschakeld. Dat gaat toch goed. Waar? Hij wordt onmiddellijk ingehaald. Dus zoek van Wallen. Nee, zoek je even. Dat zet hem op scherm. En daar komt het duo. Het duo, dat is altijd makkelijk. Die zijn met z'n tweeën. Dat is geen kunst aan. Hé, een tegenligger. Dat is levensgevaarlijk. Want hij komt het ene stel en dan komt hij van de berg op zijn snelle fiets. Kijken of het goed afloopt. Nou, we zullen het eventjes zien. Ja, dat loopt wel net goed af. Hij moet wel even zijn kijken. En dan gaat het ene stel helemaal duur van op. Die gaat de verkeerde kant op. Of die weet natuurlijk een kortere weg. Maar we gaan hier even kijken naar onze andere camera bij de rimzaal. En hé, daar hebben we de Haas. Een heel bekend persoon trouwens. Tenminste, ik ken die Formule GT waar ze op zit. Eens even kijken. Wat gaat ze dan doen? Hé, ze wil daar naar binnen. Ja, dat is natuurlijk altijd gemakkelijk. Stiekem even verstoppen ergens in de rimzaal of zo. Maar daar hebben we het achtervolgens gehad. En de steltloper is weer eerst. Heeft zijn vierde versnelling ingeschakeld natuurlijk. En even kijken, komt de duurpaar. Helemaal, wat gebeurt er nou? Ze herkennen er geloof ik. Ja. Hé, de een moet zelfs gedragen worden. En daar heb je van de berg ook al. Hé, daar schijnt ineens een pleziertje aan de hand te zijn. Dus eventjes kijken. Nee, maar daar hebben we een hele bekende. Het is Tosca Schepels. Oh, wat stom. Dachten ze dat de diep was. Dat is helemaal idioot. Nou, dan kunnen ze wel terug. En wij gaan ook terug. Wij gaan terug naar de boeven. Ja. Tjew! En hier is hij dan weer. Jan Jonker. Op het dak van de Bron. Daar komen de kinderen over de spelwijk. In tijger sluipgang. Al wat geweldig. Geleerd in de dienst. De dieven kunnen niet meer weg. Zijn helemaal in de toon genomen. Het goed van die kinderen. Jongen, wat is het spannend zeg. Ik word helemaal niet goed. Dames, heren, jongens, meisjes, op. Hier volgt een extra mededeling. Onze speciale verslaggever Jan Jonker is vanwege de spanning onwel geworden. Helaas zullen wij het verder zonder zijn commentaar moeten instellen. Onze excuses voor dit ongemak.